Dit jaar nog even ongewijzigd, dus dat mag gewoon nog net als vorig jaar. Ja, jullie spelen uiteraard ook onder het wedstrijdreglement van de NBF. Daar hoeven we verder niet zoveel meer woorden aan vuil te maken, dat weten jullie allemaal. Ik ga zo de banen aanzetten, we kunnen jullie 10 minuutjes ingooien. En na die 10 minuutjes gaan de banen weer uit en dan zullen de namen in het scherm komen te staan. En dan wil ik alleen eventjes voor jullie zo horen of de handicap allemaal klopt, maar dat is pas na het ingooien. Ik ga nu de banen aanzetten en alvast veel plezier met ingooien. Ingooien is begonnen. Over ongeveer 10 minuten gaan we beginnen met serie 2. Thank you.
Ingooien. Dan ga ik de banen uitzetten en dan komen de namen in het scherm te staan. Mochten er handicaps niet goed zijn, geef die eventjes door aan Lia en dan ga ik ze veranderen. Controleer eventjes de handicap. Handjes in de lucht voor waar het niet klopt. Geen handjes, dan mogen jullie beginnen met jullie eerste game. Eén handje. Daar is nog een hand. Lia's, we moeten die even hebben op baan 7-8. Correctie 9 en 10. Voor de rest klopt het allemaal. Dan mogen jullie starten met jullie eerste game. Heel veel plezier en succes.
En we zijn begonnen met game 1 van serie 2. Het oliepatroon dat gespeeld wordt is Big Ben. De tussenstand tot en met serie 1 staat ook onder in de blauwe bal van zowel de dames als de heren. Hou er rekening mee, dit is tot serie 1. De gedetailleerde versie zullen we laten zien wanneer iedereen aan het wisselen is. Thank you.
Thank you.
Jullie mogen wisselen van baan. En terwijl we nog aan het wisselen zijn, nemen we een kijkje naar de scores van de vorige serie. We zijn begonnen aan game 2.
Game 2 zit er bijna op. Een mooie game gegooid door Paula Visser met 2,37.
Thank you.
Game 2 zit erop. We hebben de tussenstand van de heren tot de eerste game van de tweede serie. Jullie mogen wisselen van baan. En ook de tussenstand van de dames. Zodra iedereen klaar is, gaan we beginnen met de derde game. Thank you.
Thank you.
Yeah.
Wat zegt u? Hè? Dat zegt zoveel te keuken bij het daar. We horen van wel gaan. Mooie game van 2-47 door Dirk-Jan de Vries, gegooid op baan 6. Derde game is gegooid in serie 2. We hebben nu de tussenstand van de heren tot aan de tweede game van de tweede serie.
Dat niet alweer? Ja, alweer. Je gaat het wel, man. Maar. En ook de tussenstand van de dames tot de tweede game van de tweede serie. En als alle spelers klaar zijn, gaan we beginnen met de vierde game. Thank you.
Thank you.
Voordat we overgaan naar de laatste game, hebben we de tussenstand van de heren. Dit is tot de derde game van de tweede serie. Als laatste bal van game 4. Die mogen wisselen van banen. En even een klein verzoekje voor als jullie zo klaar zijn. Of jullie dan het schoonmaken van de pannen en het andere materiaal even aan deze kant van de baan wil doen en niet in de spelersruimte. En ook de tussenstand van de dames. Deze tussenstand is tot de derde game van de tweede serie. En dan als alle spelers klaar zijn, gaan we beginnen met de laatste, de vijfde game. Ja, ik heb het verzwaaien. Ja, ga ik ook nog. Maar dan ben je zo van. Wil ik dat? Volgens mij een storing.
Succes! Thank you.
Oh my.
Thank you.
De laatste ballen worden momenteel gegooid voor de laatste game van baan 5 voor de serie 2. Een mooie game gegooid door Marianne Melchionda. Een 2,65 was bijna 300. Verder zijn wij morgen terug om 9:30 voor de derde serie. En de serie 4 begint om 12:45. De finale om 16:00. De scores zullen te zien zijn op dutchbowlingtv.com/scores. En dan wil ik u in ieder geval bedanken voor het kijken. Daarnaast wil ik mijn co-host bedanken, Glenn de Haan. En natuurlijk de organisatie van de ESBC. Wij zien u morgen terug.